Zo, even, ja. even de deel gesmeerd zijn weg, hoor. Ja, ja, dat is wel, wel nodig, ja. Ja, dat hoort erbij, hè. Ook mag ik wel zeggen, op deze brakke dinsdagmorgen. Brak? Nou, ik ben geen brak meer, nee, hoor. Nee, 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 maar ik ken het niet. Ik voel me brak. Ja, als je hier drukt, dan doe ik het daar zeer. En ik denk dat er nog heel veel mensen eigenlijk op het ogenblik lekker brak nog in bed liggen. Maar als ze maar weer naar Barry TV kijken, hè. Ja, anders zitten ze een beetje op de bank te hangen natuurlijk. En maar, af en toe koffie erbij. Ja, en misschien toch een wat smeerseltje. Dat kan natuurlijk ook. Ook bij, hebben we net gedaan. Hebben we ook net gedaan. Want je was gisteren hier, hè. Daarna ben je naar de carnavalsoptocht in Kaam geweest, bij de Bonenpikkers. Bij de Bonenpikkers geweest. Prachtig weer, zoals alle optochten. Ja. Hele mooie optocht. Daarna nog even naar Gils. Ja, en nou ben ik de vervanger eigenlijk voor... Peter van der Velde. Peter van der Velde. Dat is een eer. Overigens, ik moet wel zeggen, onze oud-burgemeester, ik vond het altijd een hele goede burgemeester, maar ook nog eens een keer een menselijke man. Dus, Nou, de oud-burgemeester van Breda zou vandaag het programma mee presenteren, maar die zit in een commissie die moet beoordelen of er lintjes uitgereikt worden aan mensen. Nou, dat is altijd in Den Haag. En die mensen hadden al maanden van tevoren gepland dat er vanmiddag om 1 uur een vergadering zou zijn. Dus hij moet naar Den Haag toe. Dus daarom is hij hier vandaag niet. Nog geprobeerd om dat allemaal te verzetten, maar goed in de raam. Had ze nog nooit van carnaval gehoord, dus, dat ging allemaal niet door. En hoe is het kindergenaat? Het kindergenaat is heel erg goed. Volop gezelligheid, volop pret. Nou, we krijgen straks de baron van het kindergenaat. Ik ben zelf naar de optocht van Breda geweest, van het kindergenaat geweest. Ja. Nou, daar gaan we straks ook nog over praten met Wil Hens over die wagens. Ja, die breed, van Bavel, die iets heel erg jammer waren voor de jongens uit Bavel. Want ik wil zeggen, ik ken die jongens en ze hebben daar ontzettend hard aan gewerkt. En prachtig bouwsel. Maar ja, goed, er zijn regels. Er zijn regels, en ja. Veiligheid is natuurlijk wel heel belangrijk om, met name in een optocht waar zoveel mensen zijn, is dat toch wel, ik vind dat toch wel goed. Ja, goed, wij gaan eens even kijken of dat we de eerste prinsen binnen kunnen gaan roepen. Wilde jij niet even ophalen? En die komt ook uit een heel schoon dorpje, hè? Ja, de pottenscheiders zijn dat toch, hè? Geert Ruidenberg, hè? Ga jij eens even ophalen. Ik ga eens even starten het inloopmuziekje. Ja. Daar komen ze aan. Welkom. Hier komt onze prins met zijn gevolg uit het pottenscheidersland. Welkom, jongens. En wat hebben jullie toch eigenlijk ook een gevolg bij? En die zomaar een gevolg, hè? Kijk hier eens even. Zo. De Gold Sisters. Er zijn divas bij. Er zijn divas bij, ja. Zou dat niet zeggen. Goedemorgen. Prins, u mag hier komen. Ja. Prins, chef de eerste, hè. Goedemorgen. Ja, jullie hebben heel populair mee. Maar dat is niet de bedoeling. En dan zetten jullie steken straks in Geert Ruidenberg weer op de terrassen. Huh? Zo. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Allemaal een beetje vol te houden nog. Het is erg goed vol te houden. Het is de laatste dag. En ik moet zeggen, tot nu toe hebben we een geweldige carnaval achter de rug. Mm-hmm. En ook vandaag hebben we weer een heel groot programma. Ja. Dus we gaan de laatste dag weer een feest van maken in Polderzuiderland. Wat staat er vanmiddag dan ook op het programma, prins chef de eerste, hè? Chef de eerste is het, ja. Wij gaan dadelijk gauw... We hebben eerst hier het Baronie TV natuurlijk. Ja. Waar we altijd blij mee zijn dat we uitgenodigd zijn. Ja, wij ook. Ja, hè? Wij zijn blij dat jullie komen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is voor de kijkcijfers natuurlijk. Ja, alles voor de kijkcijfers. Ja, alles voor de kijkcijfers. Aan alles is niet veel te zien. Nee. Dan gaan we straks naar de kleurwedstrijd van de Plus. Die hebben een mooie prijzen... in de wacht weten slepen. Degene die de mooiste kleurplaat heeft die in ons carnavalsblad staat, die kan de prijs ophalen, die gaan we uitreiken. Daarna gaan we naar het KBO, carnaval voor ouderen en minder verdiende mensen. En ook daar gaan we een feestje maken, want daar krijgen we daar worden we enorm gewaardeerd, moet ik zeggen, bij die mensen. Daarna gaan we naar Café de Witte Hemel, naar de Tonpraatmiddag, waar ook een groot succes. Dat is ook vanmiddag. En daarna hebben we iets nieuws. We hebben de popverbranding. In het verleden was het zo dat de winnaar van de wagens de kop afleverde en die in de fik gestoken werd. Maar het is geen symbool bijvoorbeeld van een pottenscheid. Nou, jullie heten zo in de Geert Ruidenbergen. Dat wou ik u net uitgelegd. Daar wist ik. Ja. Oh, daar komt de koffie aan. Komt net de koffie aan. Ja, daar komt net de koffie. Even de koffie aanschuiven. Ja, koffie. Ah, daar is de koffie. Ik vraag me af wie de cola heeft, eigenlijk. Maar... Ja, eentje had... Die mensen is voor mij niet, er waren twee biertjes. Oh, kijk eens aan. Die gooi ik meteen om 18. Ik ben nog zat van gisteren, 18.
Jullie krijgen... Maar vertel verder, vertel verder. We hebben een traditie hebben we teruggebracht. Jaren geleden werd bij ons de potterscheiter met de opening van de carnaval omhoog gehesen. Je bleef die daar 5 dagen zitten en dan werd je op de markt in brand gestoken. Dit jaar hebben we dat weer hersteld. Dus we hebben de kop hebben we afgeschaft. En ook nu hebben we gewoon weer een mooie symbolische potterscheiter gemaakt. Die is een zaterdag voor de optocht omhoog gehesen. En die gaan we vanavond, helaas, het zit erop bijna, maar die gaan we dan op een mooie manier verbranden. Maar ik heb ook gehoord dat jullie ook eigenlijk een oude traditie in ere hebben gesteld, hersteld. Ja. En dat is het leutenbal. Nee, dat is geen ere hersteld, het leuteteutenbal. Dat is een nieuw evenement bij ons. Vorig jaar ben ik daarmee gestart met een paar enthousiaste mensen. We hebben een bestuur opgericht, het leuteteutenbal. Dat is een carnavalsmiddag voor... Ik geef een beetje... Vertel maar door. Een paar gelijke slokje nog. Ja. Op de leuteteuten. Rolde, die was ook al een biertje? Nee, die drinken champagne. Oh, die krijgen champagne zo dadelijk. Ja. Oké, goed. Maar we hebben het leuteteutenbal. Ja, het leuteteutenbal hebben we het eerst georganiseerd. Dat is een carnavalsmiddag voor ouderen en gehandicapte mensen en mensen met een beperking. Omdat wij vonden dat we daar te weinig voor deden in onze gemeente. En we hadden allemaal wel losse stukjes. Hè. We hebben natuurlijk wel stichtingen en we hebben wat oudere voorzieningen. Maar dat is allemaal los. Daar heb je een ploegje, daar heb je een ploegje. Dus we hebben met een paar mannen dat opgepakt. En hebben we 1 grote feestmiddag van gemaakt. Waar alle gehandicapten en minderverlieden uit onze gemeente dus mochten komen. Ja, en dat is echt, ik moet zeggen, super. Dat was dat toch echt een dik 250 mensen. Oh, ik wou net zeggen, hoeveel mensen kunnen dan praten over 250? Nou, ik denk dat we rondom 250 mensen praten. Ook de raad van onze collega, mijn collega Prins Slinger de Les uit Vaderland was ook met zijn raad aanwezig. Er zijn artiesten die belangeloos optreden, het geluid wordt belangeloos. Alle mensen die gewoon belangeloos medewerking verlenen om die middag te laten slagen. Ja. Nou. Ook de divas? Nee, de Golden Divas waren dit jaar niet bij. Nee? Geen tijd. Er zijn zoveel maar geboekt. Die gaan zo dadelijk weer wel voor ons optreden. Ja. Ik hoorde toen de Prins van het Vaderland hier was, dat jullie eigenlijk ook wel een beetje een drie-eenheid vormen. Raamsdonk Sfeer, ja, Raamsdonk en Geertruidenberg. Ja, we hebben natuurlijk dus 1 gemeente Geertruidenberg. Maar daar hebben we natuurlijk 3 kernen in. We hebben Raamsdonk Sfeer, Raamsdonk en Geertruidenberg. We hebben alle 3 prinsen. Prins Boenke de Eerste en de Aikaant. We hebben Prins Slinger de Les uit Vaderland. En ik ben de Prins Chef de Eerste van het Potterscheidsland. En ik moet zeggen, op vrijdag doen we altijd openen. Samen met de burgemeester en de wethouder en alle stichtingen. En dat is altijd een geweldige avond. Dat is echt een stukje verbroedering die we dan hebben. En ik moet zeggen, de contacten onderling zijn ook gewoon super. Hartstikke mooi. Wat dat betreft is het geweldig. Wij hebben aan alle prinsen en alle gevolgen gevraagd of dat ze een vogel mee willen brengen voor onze vogelkooi. Ja. Nou denk ik, want naast jou zit adjudant. Jij is nu even weggelopen. Of wat is zijn... Ja, hij is even onze creatie aan het pakken. Kijk. Ik moet zeggen, we wisten het niet helemaal hoe... Ik weet niet of hij het mag kan vertellen. Of... Ja, ik kan het wel vertellen. Adjudant, hè? Adjudant. Adjudant. We kwamen er vrij laat achter wat de bedoeling was. Ja. Het is ons toch gelukt om in ieder geval een prachtig huisje... Jij kwam er laat achter wat de bedoeling was, hoor ik hier. Goed, ik praat graag in meervoud. Oh, jij praat in meervoud. Jij bent net Beatrix. En we zijn er ook in geslaagd om een passende vogel te vinden. Het is in dit geval een blinde vink geworden. Vers van een bakker. Oh, kijk eens aan. Hij vliegt nog wel, hè, de blinde vink. Ja. Is hetzelfde een beetje in leven in. Ja. Dat is een maaien. De maaien lopen er al uit. Ja. Komt hij uit de maai? Hebben jullie de maai gekocht, zeker? Nee, gewoon bij onze eigen slager, bij Kees Snels. Oh, zal ze blij mee zijn met je graven? Ja, hoor. Bij Kees Snels voor al uw maaien. Ja? Nee. Dat is een goeie. Een hele goeie. We gaan hem zo opeten. Ja. En nog een echte kooitje meegebracht of zo? Ja. Hij past er nog niet in. Nee, maar hij moet nog wat groter worden. Hij wordt kleiner. Een paar weken laten liggen, dan gaat hij in het kooitje. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja. Prinsjef, en natuurlijk ook het gevolg helemaal. Carnaval is niet altijd een lach, maar ook wel eens een traan. Ik weet dat bijvoorbeeld Alex voor jullie in Geertruidenberg ontzettend veel gedaan heeft. Ja, absoluut. Ik zeg altijd, het is een beetje een dubbele carnaval voor ons. Ja. Een jaar of 10 geleden lag het bij ons een beetje op zijn kont. Er waren te weinig vrijwilligers, er waren weinig mensen die het op wilden pakken. De carnaval was op sterven na gewoon dood.
En toen heeft Alex de Groot heeft met een paar vrienden heeft die carnaval opgepakt. En die heeft dat zoveel inzet in gedaan. Hij heeft, wij spreken, hij is prins carnaval geweest. Hij is verkeersregelaar geweest, voorzitter geweest. Hij heeft de club van 33 opgericht, de grootste potterschap. Ja, noem het maar op, hij heeft alles uit de kast getrokken. Om het carnaval weer omhoog te krijgen, dat is hem geweldig gelukt. Ik denk dat we dat nu nog de vruchten van hebben. Ja. En ja, het probleem is dat Alex vorig jaar had hij nog de grootste potterscheid was inzet, want dat was dik verdiend. En op dit moment is Alex ongeneeslijk ziek. Dat is natuurlijk, dat heeft ons ook enorm geraakt. Ja. We hebben natuurlijk geprobeerd langs alle kanten om hem deze carnaval toch nog vreugde te geven in zover dat mogelijk is. Vrienden van hem hebben ook op een gegeven moment de stichting Ambulance nog even ingeschakeld. Want hij wilde per se bij de prijsuitreiking zijn. Ja. Die mensen, dat is echt ook mijn complimenten voor die stichting. Die hebben hem begeleid naar ons paardjescentrum. In een bed heeft hij daar op een gegeven moment de prijsuitreiking mee mogen maken. Ja, dat was echt geweldig. Met staande ovatie heeft hij ook de zaal weer verlaten. En ja, ik zeg al, het is voor ons ook een dubbel gevoel. Maar we willen er alles aan doen om hem in ieder geval deze carnaval in ieder geval nog vreugde te geven. En ook gisteren heeft hij weer genoten. Ik heb de witte hemel van boerenbruiloft. Ja, en ik zeg dat is voor ons moeilijk, maar wij vinden het geweldig in ieder geval dat je er nu bij is en daar hebben we ook alles aan gedaan. Zo ja, ziet u maar dat een lach en een traan eigenlijk heel erg bij elkaar. Ja. Absoluut. Nou, ik zou dan eigenlijk willen zeggen, laten we het proosten op het leven van Alex de Groot. Oké, okay, Alex. En speciaal voor jou gaan we dan eens eventjes een beetje de boel opvolgen met onze Golden Divas. Ja, hè, want want jullie kunnen dat wel. 18, 19 en 20 jaar. Ja, 18, 19 en 20 jaar. Ja. Oh, net andersom. Of zijn dat de cupmaten? Nee. Nou, zou nog kunnen. Dat valt nog aan mij, hoor. Ja. En jullie trainen heel carnaval hier in Geertruidenberg of in de Pottenscheiderstand op? We worden overal eigenlijk wel gevraagd. Wij zijn zo'n hit. Nou, het is echt... En worden ook wel eens weggestuurd? Nee, nooit. We hopen alleen maar om meer. Oh ja? Dan willen wij dat wel eens eventjes zien. Jullie hebben een soort openingsact om binnen te komen. Dat gaan we eerst even instarten. En daarna gaan jullie je nummer zingen. Hoe heet dat? Het mot niet zo te worden. Het mot niet zo te worden. Ja. Dat is het motto. Oh, de Golden Girls komen eraan, hoor. De Golden Divas. Ja, en het mot niet zo te worden. I'm too sexy for my succes. Love. En dan mag ik niet omdraaien, hè? Oh! Elke komt vandaag niet meer thuis. Ik wel. Mijn naam is Peter van der Velde. Het lijkt wel dat ik in Manila zit. That's so sexy, yeah. See you later. I'm sexy for Milan, New York and Japan. Hey, the Golden Girls. The Golden Girls, hè? I'm too sexy for Milan. I'm too sexy for your party. No way I'm going to be sexy for your party. I'm a model, you know what I mean. Zijn we er klaar voor, dames? Zeker. Ja. Klaar voor, hoor. Het mocht niet zotter worden, drie keileuke metten op een rij. We staan hier mooi te wezen en te zingen, ja, ik ben erbij. Vorig jaar nog dacht ik dat ik hier zo nooit zou komen. Toen zat ik van een carrière heel de dag te dromen. We zingen nou de sterren van de hemel, iedereen kent ons. We worden overal gevraagd te winnen prijzen, goud of brons. Knijp mij nou eens, want ik kan het nog niet echt geloven. Kijk. Het mocht niet zotter worden, maar ons feestje ging al gauw voorbij.
een jonge Grietje en ze stonden voor haar in de rij. Daar stonden wij dan voor een bijna lege zaal te zingen. Om gezien te worden deden we steeds meer gekke dingen. Maar we werden uitgekost en moesten toen weer terug naar huis. Naar man en kind en hond, dat vinden wij dus helemaal niet pluis. Wacht maar tot zij oud is en haar tanden eruit gaan vallen. Dan zullen deze golden divas overal nog knallen. Dan zullen deze golden divas overal nog knallen. Nou, dat is leuk, hè? Oh ja, zie je de fans aan het bakken? Ik voel een hit aankomen. Ik hoop dat het een geweldige hit. Ja, ze deden het mooi. Jongen, Ad, wat hebben wij hier toch een uitzicht. Ja, wij, wat dat betreft zijn we goed hier, hè? Wij staan, en het is hier nog lekker warm. Ja. Dus als nou mensen deze Golden Divas bij wijze van spreken live willen zien, dan moeten ze even naar de heuvel komen in de heuvel, hier in Breda. Dus iedereen is welkom, ja? Ja, hier in de Vlieren, het huis van de heuvel. De Vlieren maakt daar onderdeel van uit. En ze zijn hier nog een minuut of 10, dus dan moet je wel heel erg snel zijn, natuurlijk. Zeg, het valt mij op dat alle gezelschappen allemaal zo'n heel mooi magazine uit hebben gebracht. En ik zie bij jullie ook een mooie blad wat jullie gemaakt hebben van de pottenscheiders. Mooi stuk over Baronie TV staat erin, zie ik. Nou, dat stellen we ook zeer op prijs, moet ik zeggen. Dankjewel daarvoor. Er gaat ook stiekem heel veel werk in zitten, zo'n carnavalskrant te maken. Want de mensen krijgen hem in de bus en zeggen, jongens, hè, maar eer dat het nog allemaal in de perfecte... Ja, maar ik bedoel in de bus thuis, hè? Oh, thuis in de bus. En er gaan heel wat mensen heel wat in zitten. Nou, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat. Maar niet bij ons, die pottenscheiden, die worden eigenlijk maar door. Normaal heb je hele groepen mensen die zo'n blad in elkaar zetten. En bij ons heb je eigenlijk maar, wordt er maar door 3-4 mensen gedaan. En dat is best wel knap als je dan met zo'n blad komt. We hebben daar Tiel van Gerwen die daar heel veel werk in verricht. Ook onze adjudant die we meestal de voorkant doet. En dat is mooi. We hebben maar een paar mensen die daar even in zitten. En als je dan met zo'n blad kan komen, dat vind ik wel super. Ja, het is het visiteblaadje van de carnaval, zeg ik altijd. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Hey, jij wilde nog even over Ton praten hebben? Nee, jij wilde, en Geert Ruidenberg. Wat overigens, moet ik eerlijk zeggen, ik ga er soms ook wel eens een keer een bakje koffie drinken en een pintje. Wat een geweldige, mooie binnenstad hebben jullie daar zo. Ja, absoluut. Met een perfecte markt ook daar zo. Ja, maar moet ik zeggen, binnenstad. Ik hoorde net zeggen, mooi dorp. Ik vond al gelijk... Oh, jullie zijn een stad, hè? Ja, jullie zijn een stad. Ja, dat was een beetje een minder punt. Ja, maar, oké. Maar goed, hè, stad. Ja, jullie hebben 803 jaar. Ja. Maar jullie hebben elk jaar dan de grootste pottenscheider. Ja, de grootste pottenscheider die is toen in het leven geroepen. Dat is eigenlijk, die wordt uitgereikt aan iemand die zich jarenlang inzet voor pottenscheidersland. Dat kan met bouwen zijn, met inderdaad of organiseren van evenementen of verkeersregelen. Maakt niet uit. Iemand die zich jaren inzet voor ons, die doen we belonen met de grootste pottenscheider. Ik moet zeggen, dit jaar is hij aan iemand die bij ons in de raad zit. Hij is ook bij ons. Aha. Ah, ah, wie? Komt er even hierbij. Kijk, hier staat nog jouw microfoon. En kom maar, jongen, ik rukte dan al dat hij het was. Ik doe iets goed, leuk. Wat moet ik doen om de grootste pottenscheiter te worden? Te zijn? Ik weet het echt niet. Ja, ik heb heel veel gedaan, want anders kan ik die onderscheiding. Ja, want ik denk dat het eigenlijk bij ons een nulland hebben in een platte buis. En ik denk dat dit ook een hele eer is om de pottenscheiter trofee of aandenken te krijgen. Want dat betekent dat je gegarandeerd iets betekent voor Geert Ruidenberg of het pottenscheiterslam. Ja, dat klopt. Het is ook een hele eer. Ik had ook helemaal niet verwacht. Ik was echt... Maar hij belde mij nog eigenlijk. Zo onder de indruk was. Nou, zou ik hem krijgen? Ik zeg ze hebben het heel goed geheim gehouden in ieder geval. Want, Wat hebben we ervoor gedaan? Ja, dat weet ik. Dat is een hele moeilijke vraag, hè? Maar kijk, ik zet mij gewoon in en ik doe wagens bouwen. Ik heb de carnavalsvereniging de Minst. Ik zit nu weer in de raad. Zit in de stichting van het Zalengala. Van alles. Ik doe van alles. Eenvoud scheidt de mens. En zo ben jij ook. Want jij gaat niet met je handen op het bos kloppen. Want jij zegt, ik doe maar dat. Ik zie dit gewoon als...
we zijn een geheel. Ja. Ja, het is eigenlijk voor iedereen, alleen. Maar jij springt er eventjes net bovenuit. Ik, dat je de dag daarvoor uitgekozen wordt, is natuurlijk hartstikke mooi en is gewoon een hele eer. Ja. Maar ik ben altijd iemand, ik sta meer op de achtergrond. En, ja, dat vind ik niks gek. Als je voor op de grond, dan zie je bij niks meer. Prins Chef, hoe is het met de praalpaal tegenwoordig? De praalpaal, ja, dat heb ik vorig jaar al uitgelegd, helaas. Maar ik moet even, want nu heb ik hem wel te pakken natuurlijk. Ja. Vorig jaar ging hij gauw naar achteren. We hebben nog één man, die zit ook in de raad van de praalpaal. Dat is onze Michel. Michel, even hier ook. Kijk, dat is eigenlijk, dat was de man van de praalpaal, de grote kracht. Want je maakte altijd leuke liedjes, vonden wij, de praalpaal. Klopt. Ja, even een beetje dichter bij de microfoon als je wil. Ja. En dit bestaat niet meer, de praalpaal? Nee, wij zijn 7 jaar nu gestopt, denk ik, zo'n beetje. Ja. En we hebben 7 jaar bestaan. Ja, op een gegeven moment houdt het op. Zullen we dan nog eventjes herinneringen op gaan roepen? Want we hebben jullie liedje uit 2007 klaarstaan van de praalpaal. Dat was Tik van de Molen. Was dat een van de laatste nummers? Ja. Ja? Nou, gaan we daar nog eventjes naar kijken naar de praalpaal en de Tik van de Molen. Ja, la, 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 la. De molen gaat en mijn kop ziet er helemaal niet uit. Ik heb het dik van de molen gehad, maar kom van mij op volle kracht vooruit. Ik heb het dik van de molen gehad, maar we staan er nog even lekker deur. Want menig carnaval telt voor ons de lucht en niks dan dat en zeker geen gezeur. Zat ik op de voeten in mijn tulpenveld, werd ik daar ineens op een mobiel gebeld. Kom, dan ga je eens kijken naar de molen, daar zit een heel gek beestje in verscholen. Liep ik op mijn kloepen langs de trap omhoog, zag ik daar dat beestje zitten hoog en droog. Maar net toen ik dat beestje wilde grijpen, kon ik die molen wiet niet meer ontwijken. Ik heb het dik van de molen gehad en mijn kop ziet er helemaal niet uit. Ik heb het dik van de molen gehad, maar toch al bij je volle dag vooruit. Ik heb het dik van de molen gehad, maar we staan er nog even lekker deur. Want menig carnaval telt voor ons de lucht en ik sta zat en zeker geen gezeur. Ja la 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 la. Ik dacht ik zal maar even langs de dokter gaan. Hij zei, waar heet ik hij die dikke bult van dan? Ik zei, dat wilde hij gewoon niet weten. Ik heb achter een beestje aan gezeten. Hij heeft een bos met draad in mijn kop gedaan. Toen ben ik maar weer terug naar de molen gegaan. Begon me dan weer plotseling te waaien. Zag ik die wieke weer niet aankomen zwaaien. Ik heb het dik van de molen gehad en mijn kop ziet er helemaal niet uit. Ik heb het dik van de molen gehad, maar we gaan bij een volle kracht vooruit. Ik heb het dik van de molen gehad, maar we staan er nog even lekker deur. Want mede carnaval telt voor ons de lucht en ik sta dan. En
Het nummer uit 2007, ja, een van de laatste die ze opgenomen hebben, de Praatpaald, werd hier nog wel meegezongen, hè, door de Raad van Elf, de Tik van de Molen. Zijn ze niet vergeten, hè? Nee. En het is ondertussen hartstikke druk geworden, want ik denk toch dat die oproep van jou succes heeft gehad om naar de Golden Divas te komen kijken. Ja, nou, ze staan hier nog eventjes te pronken en te pralen, de meiden. Ja, dan moet ik wel zeggen, ik heb heel slecht oren, want ik zie niemand, hoor. Oh, ja? Nou, kijk eens. Zeg, ja, wij moeten bijna weer afscheid van jullie gaan nemen. Want ja, het is een komen en gaan van gezelschappen hier. Maar je wilde nog even wat kwijt. Ja. Nou ja, kwijt en proeven. Kwijt. Kwijt en gelijk proeven natuurlijk. Nee, het is ook een traditie dat we elk jaar natuurlijk ons lokaal drankje hier aan komen bieden. We hebben nu, kijk, Slijterij René Kwistel. Ik pak alvast de glaasjes even, hoor. Slijterij Kwistel de Merk heeft gezegd, joh, geef ze dit weer de nieuwe. Dus het Bergs snoepje. En wat zit er eigenlijk aan ingrediënten in? Alcohol? Ja. Dat is goed. Ik moet eerlijk, ik heb alleen maar gezien dat het 17% alcohol is en de rest van de ingrediënten heb ik eigenlijk nog niet... En boterhammen met kaas ook? Ja, denk ik wel, ja. Maar, mag ik zo vrij zijn om hem te pakken? Ik heb hem al. Ja, en wordt er dan nog stevig gedronken bijvoorbeeld in het pottenscheidenschap? Gezegd van, het is herfst, het is winter. Hè? Ja, nee, natuurlijk. Er wordt net, al die drankjes die uitkomen, die worden echt heel veel in relatie geschenken, maar ook echt door de bevolking gedronken. Smaakt wel truit. Dat is wel lekker. Een stuk of 7 plekken. Chocomel. Ja, een soort chocomel. Maar dan, chocomel. Dus als de politie mijn drank aanhoudt, dan zet ik het op en zeg gewoon chocomel. Ja. Nou. Zo, dan gaan we even proosten met jullie. Proosten jullie ook? Proosten. Ja. We staan even over. Het is lekkerder dan chocomel, moet ik zeggen. Het is lekkerder dan chocomel. Ja, het is goede chocomel. Dankjewel. Veel plezier verder in Pottenscheidersland. We hopen dat jullie volgend jaar weer komen, want jullie zijn altijd van harte welkom hier. Gelukkig. En de Golden Girls zijn er dan ook weer bij natuurlijk. Hè. Ja, ik vind Golden Girls vind ik ook een leuke naam. Dus af en toe zeggen Golden Girls. De Golden Oldies. Ze zijn 18, 19 en 20, ja, hè? Precies. En vorig jaar 19, 20 en 21, hè? Ja, zo gaat het. Zo is het. Ja, hoor. Nee. Golden Oldie Girls. Pottenscheiders, bedankt allemaal. Yeah. Oh, yeah.